De Rabobank aan de Promenade in Malden gaat plaatsmaken voor een horecagelegenheid en 15 appartementen. Er komt een volwaardige derde verdieping op het gebouw waar 4 gasloze koopappartementen gerealiseerd gaan worden. De andere 11 appartementen die op de andere verdiepingen gemaakt gaan worden, zijn voor de verhuur bestemd. Het Heumens College is bereid om in principe medewerking te verlenen aan het plan. Volgens wethouder René Waas is er zeker interesse voor de appartementen. De appartementen worden zeer geschikt voor ouderen. Het gaat om gelijkvloerse woningen die allemaal bereikbaar zijn met de lift, zo zei hij.